Al 16 jaar zie ik van dichtbij hoe de regio Eindhoven-Helmond worstelt met de bereikbaarheid en het afmaken van die ruit om Eindhoven. Aan de westkant van Eindhoven liggen alle snelwegen, daar is ooit bewust voor gekozen. Die zijn inmiddels ook verbreed met een randweg. Maar aan de oostkant moet de regio zelf zorgen voor een goede wegeninfrastructuur. Die opdracht hebben we nu uitgewerkt. Na zo'n 7 jaar van onderzoeken door de provincie en de regio samen, hebben we nu een pakket samengesteld om Veghel, de ruit Eindhoven en de A67, om die gezamenlijk aan te gaan pakken. Daar zit al ruim 6 miljoen euro aan onderzoekskosten, studies en inspraak in. Daar hebben we goed naar geluisterd en we denken dat we met dit pakket echt dat probleem van die ruit Eindhoven op kunnen lossen. Er zijn mensen die zo'n weg niet in de achtertuin willen. Er zijn mensen die de weg eigenlijk niet nodig vinden. En er zijn mensen die zeggen van je kunt beter wachten op ontwikkelingen in de toekomst zodat je geen nieuwe wegen meer hoeft aan te leggen. Dat er dus weerstand is tegen dit project, dat begrijpen we. Maar een project waar weerstand tegen is, wil nog niet zeggen dat het een slecht project is. Ook toen de Eiffeltoren gebouwd werd, waren heel veel Parijzenaren daar fel op tegen. We hebben alles onderzocht, we hebben goed geluisterd en er ligt nu een pakket waar wij alle vertrouwen in hebben. De ruit is echt nodig, want een goede wegenstructuur is voor de economie van deze belangrijke Brainport-regio onmisbaar. Het bedrijfsleven heeft dat ook aangegeven. Ze smeken de politiek er ook om nu een besluit te nemen om die ruit aan te leggen en niet te wachten. Als je wacht, loop je het risico dat de randweg Eindhoven straks een kopie van de ring Antwerpen wordt. En we moeten dus nu een verantwoorde keuze maken. Het plan ligt klaar, het geld ligt klaar. We hebben nu de kans om een goed besluit te nemen. Die kans moeten we niet aan ons voorbij laten gaan.